Quasi alle vakken van onze opleiding die worden gegeven in het plateaugebouw, hier in het centrum van Gent. Voor mij is dat ook wel heel bijzonder om hier terug te zijn. Ik heb hier namelijk zelf gestudeerd. Dus ik voel mij ook heel erg nauw verbonden met het gebeuren hier in het plateaugebouw. Eigenlijk concentreren de meeste ruimtes, dus de ateliers en ook de bureaus van de proffen en de andere medewerkers, zich hier op de zolderverdieping. Dus dat is een aaneenschakeling van ruimtes. En de plaats waar we ons bevinden in het salon is eigenlijk echt het kloppend hart tijdens het academiejaar van heel de opleiding. En doordat onze opleiding juist zo intensief is, wordt er ook heel veel tijd hier doorgebracht door de studenten. Het salon dient dan eigenlijk als een plek waar het er uitgeblazen kan worden of een koffietje gedronken worden. Maar het is eigenlijk niet zo dat dat enkel voor de studenten is. Dus het is ook een middelpunt voor de stafleden. Ook wij komen hier onze koffie halen. En dus het is niet zo dat de proffen en assistenten zich ook meteen terugtrekken na het lesgeven. Integendeel eigenlijk, de deuren staan hier letterlijk altijd open. En dat vind ik ook zo bijzonder aan onze opleiding. Die directe relatie tussen studenten en docenten. Dat is eigenlijk ook hoe ik het ervaren heb als studenten. Dus die enorm grote openheid en ontvankelijkheid, dat is ook iets dat ik nu zelf tracht te bewaken en te koesteren. Want dat gevoel van welgekomen zijn, dat is echt iets bijzonders. En het is echt wel zo dat je tussen die prettige chaos hier echt een thuis kan maken. Onze studentenvereniging, de Loeiende Koe, die sluit daar eigenlijk in geest zeer dichtbij aan. Dus dat is ook een vereniging die open is voor iedereen, dus zeer laagdrempelig. En eigenlijk wordt het gebeuren ieder jaar heruitgevonden. Dat gebeurt dan onder de vorm van lezingen organiseren of publicaties maken. En natuurlijk horen daar ook feestjes bij. En dat is eigenlijk ook iets waar dat docenten zelf, hun lesgevers dus, bij betrokken zijn. Dus soms komen onze activiteiten ook samen. Een belangrijk voorbeeld daarvan is de Jokerweek. Dat is onze jaarlijkse projectweek waarbij dat voornamelijk de laatstejaarsstudenten samen met de vakgroep een opdracht en eigenlijk ook een locatie gaan uitwerken om die week te houden. Het vormt eigenlijk een ideale gelegenheid voor studenten en lesgevers om elkaar nog beter te leren kennen. En eigenlijk tussen de studenten onderling ook, omdat de ateliers dan gemixt worden. En vorig jaar heb ik mij daar ook voor ingezet om de projectweek in het Kuipke te organiseren. En dat was eigenlijk zeer, zeer belonend, omdat ik ook het gevoel heb dat de studenten waar ik toen mee heb samengewerkt, dat ook bondgenoten zijn geworden voor het leven.